Goedenavond. Italië is Europees kampioen voetbal. Het heeft Engeland verslagen op Wembley. Er kwamen wel penalties aan te pas. De Britse miljardair Richard Branson heeft een succesvolle toeristische reis naar de ruimte gemaakt. En minister Van den Broeke pleit ervoor om alle deelnemers aan jeugdkampen vooraf te testen op corona. Ze hebben het onderste wel uit de kan gehaald, die Italianen en Engelsen. Het werd een finale match met alles erop en eraan. Verlengingen en penalties, maar uiteindelijk heeft Italië toch gewonnen. De trofee gaat dus naar Rome. Kapitein Giorgio Chiellini mag de felbevochten beker in de lucht steken. Het is de tweede keer dat Italië Europees kampioen wordt. En 1-1 was het in Wembley na 90 minuten en verlengingen. Engeland kwam heel vroeg op voorsprong, maar Italië maakte na de rust verdiend gelijk. Er kwam uiteindelijk een bloedstollende penaltyreeks die met 3-2 voor Italië was. Een laatste keer Wembley, waar Engeland 6 van zijn 7 wedstrijden mocht afwerken. Vandaag voor 60.000 toeschouwers. De Italianen zijn een kleine minderheid, maar daarom niet minder strijdvaardig. Het begint voor Engeland als in een sprookje. Een tegenaanval in de tweede minuut begint bij linkervleugel Luke Shaw, gaat via Harry Kane naar Kieran Trippier, de rechtervleugel, en eindigt bij de man bij wie het begon. De voorzet van Trippier, daar is Shaw en het staat 1-0 voor Engeland. Na net geen 2 minuten is dit het snelste doelpunt ooit in een EK-finale. Shaw bekroont zijn sterkte rooi met zijn eerste Interland goal ooit. Zien ook David Beckham en Tom Cruise. Hoe moeilijk het is om tegen het verdedigende blok van Engeland te scoren, ondervindt ook Italië. Federico Chiesa komt er na een individuele actie het dichtst bij voor de rust. Chiesa is ook na de rust de meest geïnspireerde Italiaan. Na een uur verplicht hij Pickford tot zijn eerste echte redding. Maar Pickford ziet de bui hangen. Engeland voetbalt niet meer en slikt na 66 minuten een doelpunt. En de goal van Bonucci. Pas de tweede tegengoal voor de Engelsen op dit toernooi. Italië verdient langzij. In de verlengingen vallen geen doelpunten en dus krijgen we strafschoppen. Beide teams missen er 2. Deze derde misser van Tiener Sacca is er te veel aan. Sacca Donnarumma redt. Italië is Europees kampioen. En dat voor de tweede keer in de geschiedenis. Voor het eerst sinds 1968. Engeland heeft er een trauma bij. Het is alweer niet gelukt. Ja, we hebben een korte reactie van de blije Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito e siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati, non so cosa dire, sono meravigliosi, meravigliosi. In het Wembley Stadion waren er maar een heel beperkt aantal Italiaanse supporters, maar die zijn er wel natuurlijk in de fanzone in Rome. Daar is de spanning onhoudbaar bij de laatste Britse penalty. Enorme ontlading volgt dus wanneer de Italiaanse doelman die pakt. In de fanzone in Londen is de ontgoocheling dan weer bijzonder groot wanneer de laatste Britse strafschop niet in het doel gaat. En ook in het Juwelpark in Brussel hebben zo'n 450 voetbalfans de finale gevolgd op een groot scherm daar. Het waren vooral Italianen, maar toch ook best wel wat Engelsen. En die Engelsen mogen al na minder dan 2 minuten in grote euforie verkeren. De ontreddering bij de Italianen is al even groot. Zij kunnen pas juichen in de tweede helft wanneer de gelijkmaker valt. En dan blijft het nagelbijten tot en met die zenuwslopende penaltyreeks. Felicissimi! Forza Italia! No, sta per plaisir, sta per plaisir. Prima un plaisir. Football came in Rome. It's terrible, but Italy played really well. So it's a horrible way of losing penalties. We won the Eurovision and the world, the European. So victory, long time we waiting that. Thank you, thank you. Forza Italia! Forza Italia!
En dan toch nog een beeld uit Londen, want voor de finale daar begon zijn supporters zonder ticket erin geslaagd om het Wembley Stadion binnen te dringen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat het er soms hard aan toe ging. Officieel kwam eerst het bericht dat er niemand het stadion ingeraakt was zonder ticket. Later moesten ze in Wembley toegeven dat een beperkt aantal er toch in geslaagd is. Officieel mochten er ongeveer 67.000 supporters binnen, een kwart minder dan normaal vanwege de coronabeperkingen. Main gear touchdown. Can see they're already celebrating inside there. And the nose is coming down now. Ja, dat is dus hoe een tevreden miljardair eruit ziet. Richard Branson heeft als eerste een toeristische vlucht gemaakt naar de grens van de ruimte. Zijn doel is om de komende jaren reizen aan te bieden met een herbruikbaar ruimtevliegtuig. En wie mee wil, die moet er wel een paar honderdduizend euro voor over hebben. Iets voor 5 uur onze tijd vanavond is het ruimtetuig van Virgin Galactic opgestegen vanop New Mexico. Het bestaat uit 2 delen. Het moederschip VLS Eve, genoemd naar de moeder van Branson, en het ruimtevliegtuig VSS Unity. Release, release, release. Na het opstijgen tot 15 kilometer liet het moederschip het kleinere los, waarna dat tot 90 kilometer hoogte klom, waar de passagiers even gewichtloos waren. Daar is beeld van, maar de verbinding was niet optimaal. Oh, you can see him now. En daarna was het weer tijd voor de afdaling. It's a complete experience for a lifetime. And now I'm looking down at a beautiful spaceport. Congratulations to everybody for creating such a beautiful, beautiful place. Ook de landing verliep volgens plan in glijvlucht naar de landingsbaan. Na een korte medische controle kon Richard Branson zijn kleinkinderen omhelzen. The mission statement that I wrote inside my spacesuit was to turn the dream of space travel into a reality for my grandchildren who are here, for your grandchildren, and for many people who are alive today, for everybody. Ja, voorlopig reizen we nog gewoon op aarde, maar in coronatijden is ook dat niet evident. En minister Van den Broeke vindt dat er strengere controles nodig zijn voor mensen die uit de rode zones terugkeren. En niet alleen op vliegtuigen of luchthavens ziet hij dat. Hij wil ook op de weg politiecontroles, omdat er ook veel Belgen zijn die met de auto uit bijvoorbeeld Spanje komen. En los daarvan maakt de minister zich zorgen over de jeugdkampen. Er zijn jeugdleidingen die voor een kamp begint of voor ze op reis gaan, alle kinderen laten testen. En dat is eigenlijk heel goed en het bewijst ook zijn nut. Professor Guy Hans van de Universiteit Antwerpen, die dat soort testen organiseert, heeft mij gezegd dat hij nu in 1 op 2 van de testings die hij doet, vaststelt dat er inderdaad 1 of enkele kinderen besmet zijn. En dan kan je die eruit halen en de rest kan op reis vertrekken of op kamp gaan. En ik roep dus echt de jeugdleidingen op, laat de kinderen op voorhand allemaal testen. Jeugdbewegingen reageren terughoudend op het voorstel. Zelfs met grote voorraden testmateriaal is het volgens Scouts en Gidsen Vlaanderen duur en ook onrealistisch om iedereen vooraf te testen. En er zijn ook wel wat praktische en organisatorische vragen. Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat organiseren voor meer dan 20.000 kampen? Daar hebben wij ernstige vragen bij. De activiteiten gebeuren allemaal in open lucht. Bovendien, zo'n test vooraf lijkt ons ook een momentopname. Niet zegt dat een dag of 2 na de test er toch een positieve besmetting zou kunnen zijn. 9 kampen besmet op 850 scoutskampen op dit moment lijkt ons een indicator dat we eigenlijk veilig en goed bezig zijn. Van de jongeren die met Summer Bash in Lloret de Mar op vakantie waren aan de Spaanse Costa Brava en die daar negatief getest hadden, blijkt een derde nu toch besmet te zijn. Gisteren werden ze opnieuw getest aan het UZ in Gent en van de 88 jongeren zijn er 32 positief. Ze moeten voor 10 dagen in quarantaine. Het was Vlaamse feestdag vandaag, met feestelijkheden die 's morgens al begonnen op de Grote Markt in Brussel.
Het Youth Orchestra Flanders speelde de Vlaamse Leeuw. En in het publiek zat onder andere Vlaams minister-president Jan Jambon, federaal premier Alexander De Croo ook en Philippe Klose, de burgemeester van Brussel. Dat het feest hier moest starten is geen toeval. Het moest de nauwe band van Vlaanderen met Brussel benadrukken. Voor ons is dat heel belangrijk. Brussel is natuurlijk onze hoofdstad. Vanuit Vlaanderen willen we ook een sterk partnership met Brussel. We engageren hier ons rond onderwijs, rond kinderopvang, cultuur, sport ook, media, jeugd. Het is heel erg belangrijk dat we die banden tussen Vlaanderen en de hoofdstad sterk houden. En vandaar dat ook zo'n dag als vandaag belangrijk is. Deze prachtige grote markt symboliseert ook de kracht van Brussel, de schoonheid ook van Brussel. En later trokken de politici dan naar de plantentuin in Meissen voor een coronaveilig vervolg van de feestelijkheden. Vlaamse partijvoorzitters en verkozenen waren daarbij, maar ook heel wat Brusselse, Waalse en federale kopstukken. Op 11 juli, zo gaat dat, zijn er eisen te horen voor meer Vlaamse autonomie. Lisbeth Homans, voorzitter van het Vlaams parlement, vraagt een nieuwe staatshervorming. Want de coronacrisis heeft bewezen, zegt ze, dat onze structuren niet werken. De zwakheden en de beperking van ons institutioneel systeem werden tijdens deze coronacrisis wel meer dan duidelijk blootgelegd. Onze staatsstructuur laat niet toe om een crisis van deze omvang snel en adequaat aan te pakken. Ons land heeft in zijn huidige vorm de limieten absoluut bereikt. In het tennis heeft Novak Djokovic het Grand Slam toernooi van Wimbledon gewonnen voor de zesde keer al. De Serviër, nummer 1 van de wereld, klopte de Italiaan Matteo Berrettini in 4 sets. Hij heeft zijn 20e Grand Slam titel binnen Djokovic en komt daarmee op gelijke hoogte met recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal. Voor Matteo Berrettini hier rechts is het zijn allereerste Grand Slam finale. Voor Novak Djokovic is het al zijn 30ste. Maar Berrettini, de nummer 9 van de wereld, is niet onder de indruk. De Italiaan dwingt in de spannende eerste set een tiebreak af en wint die ook. Het is knokken voor Djokovic in set 2, maar deze keer trekt hij wel aan het langste eind. Want de Serviër heeft een missie. Hij wil het record van 20 Grand Slam titels van Nadal en Federer evenaren. Set 3 is ook voor Djokovic. Ook in set 4 stoomt de nummer 1 van de wereld door. Bij 5-3 krijgt hij zijn derde matchbal. Djokovic doet het. Hij heeft nu evenveel Grand Slam zegens als Federer en Nadal. Rafa en Roger, they are legends. Legends of our sport. And the last 10 years has been an incredible journey that is not stopping here. Maar er is ook een knappe Belgische overwinning op Wimbledon. In het rolstoeltennis heeft Joachim Gerard de titel gepakt. Gerard, hier bovenaan in beeld te zien, maakt de wedstrijd af met een krachtige slag. Hij wint in 2 sets van de Brit Gordon Reid. Gerard is 32 en dit is de tweede Grand Slam-titel in zijn carrière. Zijn eerste won hij in februari op de Australian Open. In de Ronde van Frankrijk stond de 15e rit op het programma vandaag. Het was een pittige bergetappe in de Pyreneeën richting Andorra met 3 Belgen in de aanval. De Gent, Teuns en Van Aert. Voor de ritoverwinning streden zij niet mee. Die was voor Sepp Kuss, de Amerikaanse ploeggenoot van Wout van Aert. Thomas de Gent is de aanstoker van de vlucht richting Andorra. Onder zijn impuls ontsnappen 32 renners met ook Dylan Teuns en Wout van Aert erbij. En de Belgen amuseren zich. Zo doet de Gent mee in een tussensprint en strijdt Van Aert mee voor de bollen. Sneller dan Poels en bolletjes trui Woods, de sfeer is goed. In de finale moeten de Belgen de rol lossen. Van Aerts ploegmaat Sepp Kuss, die in Andorra woont, begint aan zijn slotrate. Alejandro Valverde is de laatste die mee kan met de Amerikaan. Bij de favorieten wordt geprikt zonder veel gevolgen. Al verliest Guillaume Martin, de tweede in de stand, wel veel terrein. Sepp Kuss is de verdiende winnaar in zijn eigen Andorra. Een mooie dag voor Wout van Aert en co. Ze zijn alweer aan het feest. We hebben vandaag geregeld zon te zien gekregen en de nacht die blijft meestal droog met opklaringen, minima tussen 12 en 18 graden.
Morgen dan wordt een wisselvallige dag, vooral na de middag kans op buien en onweer. En maxima tot 23 graden. En hier ga ik afronden. Het is laat genoeg, geloof ik. Ik wens u nog een rustige nacht toe of goede oordopjes als u in een buurt woont met veel Italianen. Al kan gewoon meefeesten natuurlijk ook. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.